Goed, we hebben net even heel erg objectief geloot welke groep als eerste gaat beginnen. En het zal jullie niet verbazen, dat is groep 1. En groep 1 is van de overheid verdiend, hè? En ik wil jullie nu uitnodigen, pak mijn stopwatch, om hier met microfoon de eerste pitch te houden. De groep, nou geef ze even een applaus, jongens. Laten we dan maar gewoon beginnen. Okay, ik heb heel goed nieuws voor jullie. Sterker nog, ik heb fantastisch nieuws voor jullie. De belasting kan vanaf volgende week omlaag. Hey. Ga met mij mee op weg naar ondernemende overheden. Het geld, dat ligt eigenlijk voor het oprapen. Maar waar? Dit is hoe het nu gaat in Nederland. Je ziet eilandjes, dat zijn allemaal overheden, wegbeheerders. En die doen allemaal beheer en onderhoud op hun eigen manier. En die doen dat voor zichzelf. Je ziet ook een man in een bootje. Die staat een beetje symbool voor de marktpartij die dat beheer en onderhoud doet. En die gaat van de een naar de ander. Dat is helemaal niet efficiënt. Hij heeft het denk ik ook aardig warm in dat pak, in dat bootje. Kijkt ook niet heel vrolijk. Moet beter kunnen. Ik las laatst in de Volkskrant een artikel met een interview met Anne Wiersma van de gemeente Amsterdam. Dat is een verkeerskundige, verkeerslichtenexpert eigenlijk. Die man die weet er ontzettend veel van. En ja, wat zou nou mooier zijn als wegbeheerders om Amsterdam heen ook gebruik zouden kunnen maken van de kennis van zo'n Anne Wiersma en de organisatie die daar zit. Dus ons credo is eigenlijk, waarom moeilijk doen als het samen kan. We hebben gekeken naar twee wegbeheerders, de gemeente Voorschoten, die hebben 15 verkeerslichten in hun beheer. En de gemeente Leiden, die hebben 50 verkeerslichten in beheer. En de gemeente Voorschoten blijkt per verkeerslicht €9100 per jaar uit te geven aan beheer en onderhoud. De gemeente Leiden daarentegen geeft €6800 uit per VLI per jaar. Dat is een verschil van meer dan 25%. En hoe kan dat nou dat de ene wegbeheerder het zoveel goedkoper heeft voor elkaar heeft dan de ander? Dat komt omdat die grotere gemeente een groter areaal heeft, daardoor dingen makkelijker weg kan zetten, schaalvoordelen haalt, ook dingen misschien daar een type aan een Wiersma heeft die dat wat slimmer kan, die daar echt constant mee bezig is en daardoor kan die prijs omlaag. Nou, waar leidt dat nou toe? Dat leidt tot €52.000 per jaar aan winst. Als je het niet die 15 en die 50 apart beheert, maar daar samen één beheer van maakt van 65 VLI's. De terugverdientijd daarbij is maximaal 2 jaar in het worst case scenario. In onze best case is het binnen 1 jaar. En dat komt omdat je daar eigenlijk helemaal niet veel geld in hoeft te stoppen. Je moet afspraken maken, je moet er wat tijd in stoppen en je moet gaan samenwerken. Maar dat kost eigenlijk aan financiën helemaal niet zoveel. Het levert ook nog eens een gigantische kwaliteitsverbetering op. Nu zijn wegbeheerders, kleine wegbeheerders, daar zit iemand die doet verkeerslichten. Ja, dat doet hij er een beetje bij. Maar die gaat ook over losse stoeptegels, verlichting en grasmaaiers en het en groen. Ja, verkeerslichten zijn ook groen, maar daar houdt de parallel wel een beetje op, zeg maar. En het zou veel mooier zijn als echt een specialist daarmee bezig is. Dan gaat het niveau ontzettend omhoog. Dit idee is direct uitvoerbaar. Je kunt er na het weekend kun je ermee beginnen. Er is niet zoveel voor nodig. Technisch kan het allemaal. Het is gewoon een kwestie van gaan doen. Je zou het ook nog op andere assets kunnen toepassen. Denk aan openbare verlichting, bedienbare bruggen. Want waarom als het alleen bij verkeerslichten? Het kan niet alleen bij verkeerslichten, het moet ook elders kunnen. Dus Nelly, als jij een goed Pinksterweekend hebt gehad dinsdag, pak je telefoon, bel je buren op, bel Amstelveen, bel Weesp, maak een afspraak met ze, ga ze om de tafel zitten en zet samenwerking op en verdien dat belastinggeld terug. Ik ben Elisa en ik ga u het plan presenteren hoe wij Nederland gaan beschermen tegen water, zonder dat we extra geld hoeven uit te geven aan het bouwen van nog meer dijken. Hoort u dat goed, dames en heren? Het is gratis. Niet nog meer belastingen. Maar we hebben een oplossing. Deze meneer heeft een probleem.
Het water staat aan zijn raam en hij is in paniek. Hij heeft geen idee van wat hij moet doen. Als u onder NAP woont, en die kans is best wel groot, dan kan dit een situatie zijn voor u. Weet u wat u moet doen? Wat zou u gaan doen? Zou u de zolder opgaan? Heeft u daar dan noodpakketten liggen? Of zou u de auto pakken en de weg op doen? Wat zou u doen? Ik denk dat u niet direct een antwoord klaar heeft. Dat u misschien niet zo goed voorbereid bent als u eigenlijk zou willen zijn. En dit geldt voor heel veel mensen in Nederland. En het is niet zo'n vreemd scenario. Dijken breken nog steeds door in Nederland. En plaatsen komen onder water te staan. Kent u dit plaatje? Weet u misschien waar het is? Ja, dat is in Wilnis. Het is een recent voorbeeld. Dus dat gebeurt. Dus u moet voorbereid zijn. Op deze situatie bijvoorbeeld. En Wilnis, dat ligt niet eens zo laag, dus het valt nog mee. De auto's kunnen nog door de straten rijden. Veel delen in Nederland die liggen nog lager. En dan zou het er nog veel dramatischer uitzien. Hier hebben we een oplossing voor nodig. En deze oplossing ligt volgens ons niet in nog meer dijken, ons achter nog meer dijken te verschuilen, maar aan een omkering in ons denken. Hiervoor hebben we 3 punten. Eerste is bewustwording, de tweede is informatievoorziening en de derde is vervoer, mocht het ooit zo ver komen. Voor dit eerste punt, de bewustwording, gaan we een nationale feestdag in het leven roepen, de Leef met Waterdag. Deze geeft aan hoe belangrijk wij dit vinden in Nederland en dat we echt op een andere manier met water om willen gaan. Deze dag gaat uit van burgerinitiatieven, maar we gaan ook een aantal plannen uitrollen die wij hebben bedacht. Ik ga er een paar toelichten en ze hebben allemaal te maken met onze 3 thema's. Het eerste is, we gaan de straatnaambordjes aanpassen. Als je nu naar straatnaambordjes kijkt, die geven niet zulke nuttige informatie vaak. Ik woon aan de Provenier-singel en ik weet niet eens wat een provenier is. Als ik nu na ons plan mijn straatnaambordje zie, dan staat er op hoe ver ik onder NAP woon. Dat is nuttige informatie, die kan levens gaan redden. En het kost helemaal niks, gewoon een stickertje op bepaalde straatnaambordjes. Het tweede is de Leven met Water app. Die kunnen we nu al downloaden, als we hem ontwikkeld hebben. En dan weet je meteen al waar je aan toe bent, mocht het ooit zover komen. En tijdens de ramp dan geeft hij aan wat de beste oplossing voor jou is. Moet je die zolder opgaan? Wat moet je doen? Zodat mensen niet in paniek raken. De derde heeft met vervoer tijdens de overstroming te maken, de amfibus. Deze kan gewoon blijven rijden, ook al staan de straten onder water. Dus het vervoer, dat gaat gewoon door. En het gaat niet alleen maar geld kosten. Hij gaat niet stilstaan tot er ooit mogelijk is dat er een overstroming komt. We gaan hem ook al inzetten nu in de reguliere lijnen. Hij gaat 10 miljoen kosten, maar in 4 jaar levert hij al 9,5 miljoen op. En hij gaat ons gewoon geld opleveren op den duur. Zelfde situatie, maar een hele andere reactie na ons plan. Geen paniek meer, we weten wat we moeten doen door de app. We weten waar we naartoe moeten door de app. De bussen komen ons ophalen. Geen paniek, we zijn voorbereid. Een probleem, ja, het is nog steeds een probleem als het water hier staat, maar een ramp? Nee, niet meer. Dit is onze oplossing voor veiligheid. Nederland moet het veiligste land blijven en dat doen we op deze manier. En het levert ook nog eens geld op in onze totale business case. Die overigens op 1 bierveeltje past. En daarmee hebben we zijdelings ook nog even die andere case opgelost. De overheid verdient. Goedemiddag. Amsterdam. De meest verkeersvriendelijke stad van de wereld. Mijn naam is Niels Koetsier. Ik ben van groepje 2. En wij hadden de opdracht overheid verdient. Onze casus gaat in het bijzonder op dit moment over Amsterdam. Amsterdam, ja, wie kent het niet, Amsterdam. Bekend om zijn grachten, prachtige panden, zijn vele musea, toeristische trekpleister, noem het maar op. Oftewel, Amsterdam is de toeristische trekpleister van Nederland. Er komen jaarlijks 21 miljoen toeristen naar Amsterdam. Daarvan zijn er 16 miljoen die maar 1 dag in Amsterdam bivakeren of recreëren. Oftewel, het merendeel van Amsterdam is er maar 1 dag. Daarom hebben wij het idee, wat is het probleem? Amsterdam is vol, Amsterdam is druk. Al die mensen, al die dagjes toeristen die komen binnen met bussen, met auto's. Geen plek om te parkeren, irritatie. Zoals je ziet, onveilige situaties. Amsterdam is vol. Ons idee is,
Deze vele bussen en auto's leiden tot problemen. Buschauffeurs uit het buitenland weten niet waar ze moeten zijn. Kan soms lastige situaties opleveren, ongelukken. Leefbaarheid is niet optimaal in de binnenstad. Ons idee daarom is van ja, waarom proberen we niet de bussen, de auto's buiten de stad te houden? He? Als het probleem zich buiten de stad verplaatst, blijft het leefbaar rustig in Amsterdam. Hoe hebben wij dat in gedachten? Wij hebben in Amsterdam en omgeving Amsterdam, rond de A10, hebben we genoeg braakliggende terreinen in bezit van gemeente Amsterdam, provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat, misschien zelfs wel het waterschap die nog bedrijfsterreinen, daar liggen braakliggend. Wat is nu het eigenlijke wegennet van Amsterdam? Dat is niet de weg, nee, dat is het water. Dat zijn de grachten. Daarom hebben wij bedacht Park en Sail, oftewel P plus S. Je komt binnen met de bus rond de A10, kan ook met de auto, touringcarbus, zet je buiten de stad af. Daarna ga je met de boot richting de binnenstad en dan kan je op exact dezelfde locaties uitstappen als dat je nu doet met de bus of met de auto. Alleen niet voor de deur, maar misschien om het hoekje. En dan kan je via de A-leg stijgen omhoog de binnenstad in om dezelfde hotspots te bekijken. We hebben daarvoor 4 locaties in eerste instantie in gedachten, zodat we heel Nederland en Schiphol, want natuurlijk veel toeristen komen via Schiphol binnen, richting de A10 kunnen en daarmee naar binnen kunnen gaan. Het leuke is om te vertellen is dat de grootste toeristische trekpleister van Amsterdam is niet het Van Gogh Museum, is niet het Rijksmuseum. Nee, dat is de rondvaartboot. Dus door het combineren van de rondvaartboot en de park en Sail hebben de mensen ook gelijk hun attractie te pakken. Daarmee krijgen we een rustige stad, kan het verkeer via het water. En als het goed is, hebben we daar een leefbare en veilige stad. Wij als overheid kunnen verdienen aan het inzetten van de braakliggende terreinen en eventueel het verhuur van de los- en laadvoorzieningen. Daarbij kan de sector, de branche verdienen aan het georganiseerd reizen aanbieden en de bootverhuur. Dus vandaar ons idee, Amsterdam, de veiligste stad of de verkeersvriendelijkste stad van Nederland, van de wereld. Dank u wel. Morgen is vandaag. Wij gaan met z'n allen vandaag niet voorkomen dat Nederland morgen te maken krijgt met een watersnoodramp. Wij kunnen vandaag al wel starten met ons voorbereiden op een mogelijke watersnoodramp. Want dat gaat uiteindelijk iedereen aan. Dat boeit eigenlijk iedereen. En dat boeit ons dus ook. Deze boei laat zien wat wij nu met z'n allen, zowel gemeente, rijk, waterschappen, vandaag al kunnen gaan doen. Deze boei heeft 4 belangrijke eigenschappen. Allereerst, het is een generiek model wat oplossingen biedt, of eigenlijk maatregelen biedt, voor verschillende gebieden. Want niet elk stukje Nederland is hetzelfde. In het landelijk gebied zijn hele andere invoegtoepassingen nodig dan bijvoorbeeld in een stedelijk gebied. Tweede belangrijke eigenschap van deze boei is dat het zowel ingaat op preventie, dus de fase voor een ramp, als tijdens een ramp, wanneer we met ons allen proberen het hoofd boven water te houden. Het start met bewustwording, kennisdeling, beleid, wetregelgeving aanpassen, zodat zowel overheid Nederland zo kan inrichten en dat burgers ook zelf zich kunnen voorbereiden op een eventuele ramp. Met als hoogste doel om uiteindelijk te kunnen blijven, boven water te kunnen blijven. Derde eigenschap is dat het zowel ingaat op wat de overheid zou moeten doen, hier aan de linkerkant weergegeven, als wat de burger en het bedrijfsleven zou moeten doen, aan de rechterkant weergegeven. En om samen uiteindelijk goed te kunnen functioneren is het ontzettend belangrijk dat er die samenwerking wordt gefaciliteerd. En ja, communicatie hier in het midden is onze belangrijkste pijler die de boei uiteindelijk overeind houdt en waarmee we
uiteindelijk zelfredzaam en behulpzaam kunnen zijn tijdens die ramp. Nou, hoe gaan we dat doen? Het belangrijkste hier is dat er een netwerk in stand blijft waardoor die communicatie mogelijk blijft. En de overheid zou dat goed kunnen faciliteren door het inzetten van middelen die we nu al hebben. Namelijk, bij festivals worden drones al ingezet ter controle en die kunnen we ook ten tijde van zo'n ramp inzetten. En daarbij, techniek van bijvoorbeeld wireless networks kunnen door middel van wifi-ballonnen in de lucht worden gelaten, zodat er ook bijvoorbeeld een crisis-app in de lucht kan worden gehouden, waardoor men geïnformeerd wordt over die ramp, hoe lang het gevaar nog blijft dreigen, maar dat men ook kan communiceren met elkaar. Want dat is het allerbelangrijkste wat er dan nog nodig is om te kunnen overleven. En dat gaat dan om informatie, maar dus ook informatie over hoe lang duurt het nog voordat het water bij mij komt? Waar is mijn zwakke buurvrouw? En waar is die boot van die buurman die mij misschien kan helpen het gebied te verlaten? Uiteindelijk gaat het er dus om dat we al deze stappen ondernemen om uiteindelijk zelfredzaam en behulpzaam te kunnen zijn. En met die stappen van onder naar boven, daar moeten we vandaag al mee beginnen. Want morgen is vandaag. En als ik nu de sprong niet waag, dan blijft het een illusie. Voor de presentator hadden we, je kwam heel relaxed en betrokken over. En de structuur in het plan en ook in hoe het gepresenteerd werd, was heel duidelijk. Er zat heel duidelijke structuur in. En het plan, het klinkt eenvoudig en heel haalbaar. Ja, spannend. Nee, wij hadden als groepje ook de presentatie, die prezi, was erg goed. Het is een bewezen concept, dat spreekt echt in je voordeel. Hè? Schaalvergroting, dat werkt. Concreet. En daar ook door jullie smart geformuleerd. Dus dat is echt een plus. En over de presentator, relaxed en goed. Dus prima. Ja, wij begonnen ook gelijk over de prezi, dat die goed in elkaar zat. Even wat anders. Het is praktisch toepasbaar ook. Dat was gelijk toepasbaar. Het werd heel mooi stapsgewijs werd het verteld, waardoor het ook voor de zaal ook heel begrijpelijk was. Je werd echt meegenomen in het verhaal. En er werd ook opmerking gemaakt over jullie rekenmodel. Hoe dat gebracht werd, dat het ook wel snel, maar je kon het wel leuk volgen. Dus daarvoor ook de complimenten. Dankjewel. Wij vonden het een heel goed commercieel en overheidstechnisch initiatief. En het speelt echt in op een actueel probleem. Dat maakt het ook makkelijk om het te volgen. En de presentatie vonden wij heel erg levendig, waardoor je heel goed betrokken werd bij het onderwerp. Qua inhoud vonden wij het dan juist een heel erg voorstelbaar plan. En je vindt zoiets ook wel bij Amsterdam passen. En dat zal vast ook heel goed samenwerken met het verkopen van Amsterdam naar buiten toe. De presentatie is ook gewoon heel sterk in elkaar met mooie bewegende delen, duidelijke foto's die echt goed Nederland lieten zien. Je kreeg echt een Nederlands gevoel bij deze presentatie. Er zat wel wat humor in en van de presentatie was gewoon echt sterk. En voornamelijk dat toen je even een glaasje water ging drinken, even je momentje nam om, om toch even de keel te smeren, was een compliment daarvoor. Dat is een heel sterke presentatie. Nou, ik ga eigenlijk hetzelfde zeggen, want alles wat hier staat is al gezegd. Jullie hebben echt een concreet en simpele oplossing. En wij vroegen ons af waarom is het niet eerder bedacht, dus daarvoor onze complimenten. Goed gepresenteerd, het is net gezegd. En pak in de beelden en mooi, goed. Nou, ter aanvulling, wij vonden het einde vooral heel erg goed. En wat wij ook heel erg goed vonden was de combi tussen marktpartij en de gemeente. Want dat was echt iets heel specifiek en daardoor kan iedereen eraan verdienen en niet alleen de gemeente. Groep 3, wij vonden het een creatief plan. Wat vooral heel goed inspeelde op bewustwording. Hoe maak je mensen bewust van wat ze kunnen doen en welke gevaren dat ze lopen. En de presentatie vonden we heel persoonlijk en kwam dichtbij en hielp daar ook mee in die bewustwording.
Heb je op mijn briefje gekeken, Paul? Of, nee? Oh, hij lijkt er heel veel op. We vonden ook echt goede creatieve ideeën. Ook het idee voor die feestdag in te zetten en die straatnaambordjes. Ja, dat was toch wel echt iets vernieuwends. Ja, ook de aansprekende beelden bij de presentatie, die maakt het gelijk helemaal helder. En je kunt ook nog goed het verhaal onthouden. Dus complimenten. Ja, daarop aanvullend. Vond het ook een heel goed, juist op het eind van de presentatie, dat jullie nog even dat jullie aangaan, nou, overheid verdient, daar zijn we ook nog mee bezig. Dus heel subtiel er wat ingefietst van, oh, dat hebben we ook nog even gedaan. Dus dat vonden we wel een hele goeie. En die foto, die vonden we ook heel sprekend, van die man voor het raam. En dat daar eigenlijk ook die presentatie omheen was opgebouwd. Zodat je ook echt die interactie ook nog met het publiek had met die foto. Dus echt complimenten. Ja, ik weet niet of ik nog iets kan zeggen dan, als ik naar mijn lijstje kijk. Alles wat hiervoor is gezegd, dus dan ben ik al 10 minuten aan het praten. Plus dat bierviltje als uitsmijter aan het einde van, joh, we hebben het ook nog even economisch helemaal bekeken. En het werkt ook gewoon. Dus dat jullie ook nog even de business case neerzetten, sterk. Dat was mooi. Ja, en ik vond persoonlijk die presentatie, en dat was bij mijn groepje ook. Het was wel heel sterk, heel aansprekend inderdaad op de persoon. Ik zat helemaal in je verhaal, dus complimenten. Nou, te beginnen met, wat een goed titel. Het boeit. Het boeide ook echt, het verhaal. En dat is prima gepresenteerd, pakkend. Ik heb persoonlijk ook heel erg goed opgelet, want het was ook heel duidelijk wat jullie wilden gaan doen. Ik heb hier gezegd dat er een beleidsplan is ontwikkeld wat ook uitvoerbaar lijkt te zijn. Hè? Dat is ook een compliment. En het leek voor ons in ieder geval compleet, het verhaal. Nou, complimenten. Nou, dat zijn toch andere dingen dan hier staan. Dat is mooi. Meer complimenten voor jullie. Die boei, die vonden we echt ook een heel mooi model. Mooi, goede beeldvorming, zeg maar, geven. Dat vonden we echt heel leuk. Wij vonden het ook leuk dat het beleidsmatig was. En niet alleen praktisch. Burgerinitiatief, waar jullie heel erg de nadruk op legden, vonden we heel erg goed. We vonden het ook goed dat jullie je presentatie deden met maar 4 sheets. En de afsluiter met dat gedicht, dat vonden we ook heel leuk. Ja, allereerst vonden wij het een heel creatief idee. Die wel heel duidelijk gepresenteerd werd. Aan de hand van 1 beeld. Maar dat beeld dat kon ook heel goed verteld worden. En alle punten kwamen aan bod. Dus het kwam goed over. Inderdaad, de spreuk in het begin, die pakte je, die onthield ik in ieder geval, en ons groepje ook. En het was mooi dat hij ook aan het eind weer terugkwam, dus dat hij toch even uitgebreid werd. En dat je toch, dat je zowel het begin als het eind van de presentatie goed kon onthouden. Ja, wij waren ook van mening dat je een heel mooi concept hebben neergezet met die boei. We vonden het daarnaast heel erg creatief, de titel, maar ook de wifi-ballonnen die jullie hadden bedacht. En tot slot hadden jullie een hele duidelijke, heldere, rustige presentatie. Dus complimenten. Beste mensen, ontzettend bedankt voor het geweldige werk wat jullie de afgelopen week gedaan hebben. De jury had het heel moeilijk om tot een keuze te komen, gebaseerd op de inhoud die jullie hebben neergelegd en ook op het elan en het enthousiasme waarmee er gepresenteerd is. Hartstikke goed gedaan. Ik zou zeggen, applaus voor jullie zelf hierover. Maar ja, dan moet er gekozen worden. En wij hadden een aantal criteria, dat zal ik ook vertellen, waar wij op gelet hebben. Er was aan de voorkant een verdeling gemaakt. Inhoudelijk kon je 70% scoren en op presentatie 30% om een beetje gevoel te geven. En bij de inhoud ging het over 3 criteria. Dat was het innovatieve vermogen,
de verbinding die je aanbrengt in de vorm van de oplossing die je bedacht hebt en het probleem en de brede scala van elementen daarin. En drie, de praktische uitvoerbaarheid. Hè? En waarbij wij onszelf de vraag stelden, zouden wij dat in onze rol, wat wij in ons dagelijks leven doen, zouden wij dat willen uitvoeren? Zo hebben we gescoord, plusjes, minnetjes, nulletjes, je kent dat wel. En uiteindelijk is daarna wijs beraad uit naar voren gekomen dat de groep 1 VRI's en de groep 3 veilig zonder geld, dat die door mogen. De groep, ik ga toch nog even iets zeggen over die twee andere groepen. De groep 2, Park en Sale, hè? Dat concept, hartstikke mooi bedacht qua innovatie. Super om op die manier naar een oplossing te kijken op een vernieuwende manier. En waar wij als jury vraagtekens bij hadden was, ja, hoe kun je dat nou praktisch uitvoerbaar maken en hoe kan dat ook met al naast al die andere vervoeren tot een goed product worden. Maar hartstikke mooi dat jullie op die manier op een nieuwe manier naar een vraagstuk gekeken hebben. Hulde daarvoor. En groep 4, complimenten voor de gedegen, complete en conceptuele aanpak. En hier hadden we ook onze bedenkingen gingen uit. Wat zijn dan de concrete uitvoeringsideeën? En wat zouden we dan direct moeten gaan uitvoeren? Dat waren onze bedenkingen om jullie niet, ik zal maar zeggen, tot de winnaars te laten rekenen. Maar nogmaals, super bedankt voor wat je neergezet hebt. En die groepen 2 en 4... wat jullie in concept hebben neergezet, ik zou ook willen oproepen, laat het niet rusten, want er zitten hartstikke goede dingen in. En het zou zonde zijn als wij niet een Park en Sale in Amsterdam gaan krijgen. Dank jullie wel. Eerste vraag. Jullie heten volgens mij, tenminste stond dat in het rapport, de Griekse zeester. Maar die hebben we helemaal niet teruggezien in de presentatie. Terwijl die in het rapport toch goed daar staat. En je hebt er ook nagedacht over hoe dat maatschappelijk doorwerkt. En hebben we niks van teruggezien. Hoe zit dat? Hij komt voort uit onze organisatiestructuur. Waarbij de zeester symbool staat voor dat niemand van ons onmisbaar is. Maar als iemand weg zou vallen, dat de rest het overneemt. Net als een zeester, als die een poot zou verliezen, groeit hij weer aan. En democratisch, Griekse zeester. En zo zijn we ook tot ons plan gekomen. Iedereen dacht over alles mee. En we hebben elkaar daardoor goed aangevuld. We hebben soms Griekse discussies gehad, maar er is wel een mooi plan uitgekomen. Ja, een felle discussie. Maar toch één doorvraag daar nog op. Als je dit doortrekt naar een situatie zoals jullie beschreven hebben met een overstroming, kan ik mij ook voorstellen dat sommige dingen niet werken en dat er iets anders voor terug moet komen. Hebben jullie dat op die manier ook nog doorgewerkt en kan je daar een voorbeeld van geven? Zeker, daar hebben we over nagedacht. Bijvoorbeeld, als er een overstroming is, dan kunnen geen bussen meer rijden. Amfibussen wel. Bijvoorbeeld, een van de maatregelen die we hebben voorgesteld is een vrijwillige nationale waterbrigade in de wijken. Als er overstroming is en mensen moeten op de hoogte worden gesteld, daar zijn mensen die weten hoe je het moet doen. Dan hoef je niet van je buren te horen, maar je weet dat in de wijk iemand is die het gaat doen en iedereen oproept. En daardoor is het dat het niet per se vanuit de overheid zou moeten komen, maar vanaf de bevolking omhoog. En daardoor, omdat de link aan de Griekse zeester is de overheid in deze dan niet onmisbaar. De bewoners kunnen zichzelf ook voor een deel redden. Ja, voldoende daarom denk ik, want dan gaan we verder met de volgende vraag. Ja, ik wou een vraag stellen over de Leefwaterdag. Die koppelen jullie ook aan de Wereldwaterdag. Kunnen jullie uitleggen hoe dat in elkaar zit en of die nou wel of niet juist elkaar versterken of in de wielen gaan rijden? Kunnen jullie daar iets meer beeld op geven?
Er bestaat al een waterdag, de Wereldwaterdag, die is in maart. En die gaat voornamelijk over schoon en gezond water. Onze opdracht gaat over veiligheid, over waterveiligheid. Dus vandaar dat we wel het concept willen voortzetten, een waterdag. Maar het is niet hetzelfde. Er moet wel verschil blijven. Mensen moeten zich bewust zijn van dat je ook waterveiligheid hebt. Dus we hebben een nationale Leven met Waterdag bedacht. Om die koppeling niet helemaal te verliezen, zouden we de Wereldwaterdag kunnen gebruiken om het plan van de Nationale Leven met Waterdag te lanceren. En als je zo'n dag in augustus doet, heb je ook voldoende maanden voorbereiding om het daarna uit te voeren. Is dat voor een gemiddelde Nederlander ook duidelijk dat je 2 dagen hebt die allebei over water gaan? Voor de gemiddelde Nederlander zijn heel veel dingen met water niet duidelijk. Dan gaat het ook om. Door dit plan en door deze dag moet veel duidelijker worden. Dus daarom willen we het wel aan elkaar linken, zodat die linker duidelijk is. En niet denken van, hé, maar er was toch al een waterdag, die hebben we toch al gehad. Dus dat moet ook duidelijk gemaakt worden. Maar de problematiek is heel anders. Dit is een lokale dag. Die gaat om wat speelt er om ons heen. Wij leven onder NAP-niveau. Wij hebben voldoende drinkwater. Dat is bij ons iets wat minder urgent leeft. Het is wereldproblematiek. En dit is een nationale feestdag met nationale problematiek. En ik denk dat mensen dat best wel kunnen begrijpen. Ja, ik wil bij jullie titel beginnen, want die was bij mij ook het meest blijven hangen. Want daarom zei ik straks ook veilig zonder extra geld, hè, want dat zo begon je volgens mij. Dat kwam er bij mij nogal binnen en dat doet verder niks af van jullie ontzettend wervende presentatie met ontzettend goede ideeën. Maar toch een kritische vraag daarover. Denken jullie nou dat we dan echt kunnen stoppen met de dijkversterkingen die we nu voor ogen hebben? En graag een eerlijk antwoord. Stoppen niet. Maar ons plan is wel een aanvulling op het verhogen van de dijken, het versterken van de dijken. De waterveiligheid is nu geregeld rondom de meerlaagsveiligheid. Dus de primaire, secundaire en eigenlijk die 3 lagen. En Nederland heeft zich nu vooral met dijken op de primaire laag ingezet. Dus het beschermen tegen. En wij willen meer naar dat die andere 2 lagen belicht worden. En wij zitten met onze plannen vooral op laag 3. Dus dat de mensen er van bewust zijn en klaar voor zijn als zoiets gebeurt. Want laag 1, dat doet mij heel veel aan. Ik denk niet dat we daarmee moeten stoppen. Maar je moet ook niet altijd op 1 paard wedden. Ja, ik wil er nog iets over zeggen. Dankjewel. Ik ben blij met dit antwoord. En dat je het ook zo neerzet. Want zo is dat met meerlaagsveiligheid ook bedoeld. En het is prima dat jullie het accent dan ook op die 3e laag zetten. Want daar zit dus ook de wezenlijke vernieuwing in. Met hele concrete voorstellen. Maar het is nadrukkelijk aanvullend op wat je ook... En ik ben blij dat jullie dat ook bevestigen. Want het zal toch een pak van mijn hart zijn als dat niet goed is. Ja, ik bedoel, dan hebben we toch heel wat uit te leggen. Maar gelukkig zit dat goed. Ik heb ook een hele praktische vraag. Daar ga ik er even mee door. En dan is het weer voor jullie. Een van die dingen die erg aanspreek was, dat waren die straatnaambordjes waar je dan gelijk het hoogtepeil op zet. Nou heb ik iets met dit soort bordjes. Ooit heb ik een actie gehad over de A12. Toen moesten sigarenbandjes omheen en zo. Hè. Dat leek ook heel praktisch en zo. Maar was toch een hele operatie die ook heel nog wat publiciteit heeft gehad. Hoe denken jullie, want het klinkt zo simpel, zet er dat even bij, maar we hebben al Jezus veel straatnamenbordjes. Hebben jullie nagedacht over hoe het in zijn eenvoud en simpelheid en ook qua kosten zou kunnen? We zijn tot de straatnaambordjes gekomen omdat het volgens ons heel, heel makkelijk toe te passen is. Straatnaambordjes hebben een cyclus. Ze moeten 1 keer in de zoveel tijd vervangen worden. Dus als je ze dan vervangt, zet dan direct die tekst er extra onder.
dan dachten we bij onszelf van, nou, hoe lang gaat een gemiddeld straatnaambordje mee? Dat zou zomaar tientallen jaren kunnen zijn. Ons plan is dus wel om het versneld in te voeren. Dus dat we bijvoorbeeld in de komende 5 jaar alle bordjes vervangen. Ja. Nou, we hebben ook nog gezocht naar getalletjes, aannames. We hebben gekeken hoe duur is zo'n bord. En hoeveel is het waard als je hem, zeg maar, ook doorverkoopt als oud ijzer? Dat is ook je businessplan. Dus je verdient er nog op iets terug. En uiteindelijk kwamen we uit op een laag getal per stuk, zeg maar, wat het kost. En de operatie zelf laten we door de waterambassadeur van de gemeente uitvoeren. En er zijn vrijwilligers die het afhalen en erop zetten. Gratis. Ja, ik heb een vraag over jullie app. De crisis-app die jullie geïntroduceerd hebben. Wat nou als alle systemen uitvallen? Hoe ga je dan om eigenlijk met het informeren van de mensen? De app. Ja, de app. We leven nu in 2014 en we denken ook nu met de infrastructuur van 2014. Maar we moeten verder kijken dan vandaag. Bijvoorbeeld de glasvezels wat we nu in de Staten hebben, die gaan allemaal vervangen worden, anders gaat het door de lucht. De batterijfunctie wat we nu denken van het is over 2 minuten of 2 uur is de batterij open. Nee hoor, dat wordt binnenkort heel anders. Met andere woorden, de energieproblematiek en de bereikbaarheid van de app, dat gaat al in de komende 10 jaar zo drastisch veranderen dat je het niet kan voorstellen. Net als de mobiele telefoon die we niet konden voorstellen. Ja, nou is prima. Amfibussen. Je ging wel heel snel in je business case op de flip over. Want die dingen kosten 3 ton per stuk. En toch kwam je op een positief bedrag uit in de business case. Dat konden wij niet zo snel volgen. Wie kan ons daarin helpen dat toch geld oplevert? Dat ben ik trouwens. Ik ben de business case man. Je bent de business case man. Jazeker. wat in een rapport staat, 3 ton, dat komt door het feit dat wij denken de normale bus die gaan vervangen door middel van de amfibus. Dat is dus aanvullend op het kosten van de normale bus. Dat is 1. Waar je dus geld aan kan verdienen is door deels van die bussen in je gemeente, moet je natuurlijk ook wel plek voor hebben, als toeristenbus in te zetten. Tweede, je gaat het laten exploiteren door een busmaatschappij. Daar verdien je als overheid ook geld mee. En dat tezamen, we hebben eigenlijk geprobeerd om realistische bedragen te vinden. En dat hebben we, denk ik, kunnen vinden. Kom je uit op een investering die je binnen 4,5 jaar, kan je hem terugverdienen. Is dat een goed antwoord of bent u... Het is een antwoord. Ja, ik begrijp het nog steeds niet, want normale bussen nu, die besteden we ook keurig uit. Dat doet de provincie of een gemeente doet dat en die verdient daar ook geld op. Wat maakt nou toch dat die duurdere amfibussen, die waarschijnlijk ook duurder zijn in onderhoud, en die moeten toch de oude bus vervangen, dat je toch zegt, ondanks dat het duur is, gaan we er toch mee verdienen. Dat heb ik nog steeds niet gehoord volgens mij. Dan ga ik het even nog een keer proberen. Onze case ging over investeringen van het Rijk. En de bussen zijn investeringen wel deels door de gemeente en provincies. Dus wij hebben gekeken puur naar investeringen die het Rijk kan doen onder het programma Leef met Water. Ik denk dat dit een beter antwoord is. Mag ik hem aan? Oké, jij mag hem aan. Een amfibus is ook niet zomaar een bus. Hij kan ook dingen die gewoon een bus niet kan. Bruggen waar het altijd vast staat, daar kun je gewoon een bus op zetten of tunnels. Dus mensen zullen ook extra willen betalen voor die bussen. Ze kunnen extra betalen meer dan voor een gewone lijnbus. Bovendien kan het op plekken waar een pont rijdt, maar die niet zo vaak gebruikt vaart en die niet zo vaak gebruikt wordt, kan het die pont vervangen en het kan de buslijn kan doorlopen en die stopt niet waar de rivier begint. Ik denk dat wij door de tijd heen zijn. Ik kijk alleen nog even naar Theo. Want je hebt de pluspunten die genoemd zijn door de groepen. Wil je daar nog 1 of 2 nog delen waarvan je zegt... Want we vragen nu vooral kritisch door bij jullie. Het is wel aardig om 1 of 2, die valt mee op. Die hadden wij nog niet zo'n beeld om die nog even te noemen. Ja, ik mag
Geesbrugge die staat op feestdag en jullie landelijke waterdag. Leuk idee, creatief, aansprekend, dus dat vond ik heel goed. De app die jullie bedacht hadden, dat dat ook ontzettend aansprekend is voor de mensen. Dat iedereen daarmee bediend kan worden. En als je wil, kijk op die app en je weet welke je beslissing moet nemen als er hoogwater aan komt. Hartstikke goed. Volgens mij bevestigen de complimenten ons beeld. Ik heb geen ding gezien waarvan wij zeiden, dat hadden wij nog niet bedacht. Tenzij nog iemand zegt, joh, maar dit heb je nog helemaal niet genoemd. Sta op en help ons. Nee? Oké. Okay. Ik zou met een beetje een leuke vraag willen beginnen. Om er even in te komen. En die eerste vraag is, de opdracht was, de overheid verdient. Hè. Ga eens kijken of je dingen kan verzinnen waar we gewoon geld mee kunnen verdienen, dan wel heel veel besparen. Nou, is daar heel veel mogelijk, maar jullie hebben gekozen voor een vrij specifiek onderwerp. En dat is niet stoplichten, zoals hier op mijn briefje staat. Maar in onze vaktaal heet dat natuurlijk verkeerslichten. Waarom het onderwerp verkeerslichten? Hoe zijn jullie daar opgekomen? Kijk, we hebben van tevoren hebben we een consultatieronde gehad met Nelly. En we hebben een aantal vragen gesteld over welke assets nou heel waardevol zijn voor de gemeente Amsterdam. Dan vervolgens ga je nadenken van waar kun je nou heel veel winsten op boeken. En al snel kwamen wij op het idee dat het vooral met technisch complexe installaties wel handig is als daar specialistische kennis voor beschikbaar is. En daarin zagen wij dus het knelpunt dat bij die kleinere overheden die kennis vaak niet aanwezig is. En die zit bij grotere overheden wel. En we hebben een voorbeeld uitgewerkt voor VRI's, omdat dat voor ons nog makkelijk te begrijpen is. Terwijl niet iedereen bij ons heel veel verstand heeft van een VRI en hoe dat in elkaar zit. Maar die kosten waren toch eenvoudig te herleiden tot een eenheidsprijs. En we hadden ook complexe objecten kunnen gebruiken als tunnels, maar dat is niet zo generiek, zeg maar. En een VRI was voor onze case wel heel handig om uit te werken. VRI's heeft iedereen. Bijna iedere wegbeheerder heeft VRI's, dus daarmee is het ook aansprekender dan draaibare bruggen of tunnels, omdat je dit echt door heel Nederland toe zou kunnen passen. Ja, een andere vraag. Kijk, het beeld dat jullie neerzetten is, als iemand nou een contract heeft waar hij alleen VRI's op de markt zet, dan kan je dit heel makkelijk doen. Maar er zijn ook wegbeheerders die denken, nee, ik zet juist hele stukken van mijn areaal in één contract. En asfalt, en verkeerslichten, en wegverf. Dat creëert ook schaalvoordeel. En hoe hebben jullie nou kunnen afwegen of dat model niet misschien nog voordeliger is dan wat jullie nu hebben voorgesteld? Dat klopt. Het schaalvoordeel kun je inderdaad ook bereiken door grotere contracten met veel meer verschillende assets op de markt te zetten. Alleen wat ook bekend is dat voor het onderhoud en beheer van een verkeersregelinstallatie, daar zijn we een paar specifieke bedrijven voor op de markt die dat ook kunnen uitvoeren. Dus waar kom je dan bij uit? Dat een aannemer van een prestatiecontract of onderhoudscontract met een veelomvattend pakket aan assets, dat die dus ook bij die dat beperkte groepje partijen eigenlijk moet gaan inkopen. Dus dat je daar dan weer een inkoopnadeel hebt. Terwijl als je juist bundelt specifiek op die markt, dan haal je wel veel meer schaalvoordeel. Nou, dan toch even een hele andere soortige vraag. VRI's dienen beleid, hè? Verkeersveiligheid en de doorstroming. Wat zeg je nou precies wat je voor Nederland gaat regelen, hè? Door te combineren? Dus waar zit het verkeerstechnisch beheer? Want jullie haalden aan ook aan. Hè? En dat is nou typisch iemand die dichter tegen het beleid aan zit bijna dan, zeg maar, de aanbesteding van de VRI's. Dus hoe zit dat precies in jullie business case? Nou ja, bij verkeerslichten heb je natuurlijk twee aspecten die heel belangrijk zijn. Enerzijds technisch beheer en anderzijds meer het verkeerskundig beheer. Dat verkeerskundige stuk, daar zit inderdaad een heel groot stuk beleid in. Van hoe regel je dat nou
Vind je het belangrijk dat fietsers als het regent groen krijgen of vaker groen krijgen? Of is het autoverkeer belangrijker? Technisch beheer daarentegen is iets generieker, want een lus in de weg moet het gewoon doen. Een lamp moet gewoon branden. Het moet gewoon rood tonen als het rood moet zijn. Dus voor technisch beheer kun je daar wat makkelijker generieke dingen over doen dan voor het verkeerskundige. Voor het verkeerskundige kan dat ook, maar daar zul je iets meer afspraken moeten maken van dat iedere wegbeheerder wel zijn eigen beleid kan toepassen en zijn eigen entiteit kan houden. En dat als de ene wegbeheerder dat voor de ander regelt, dat hij dat wel doet volgens het principe van degene waar hij het voor regelt. Daar kun je volgens ons gewoon goede afspraken over maken. Dus je had al in je pikjes gekregen? Of is dat alleen het technische deel? We hebben nu alleen gekeken naar het technische deel. Ik heb mij een beetje verdiept in jullie rapport vanochtend vroeg. En wat ik mij. Er is één zin die viel mij op. Er staat in dat. Het is een fantastisch idee, hè? Dat spat eraf, levert geld op. Dus je zou zeggen: waarom doe je het niet? Maar het staat of valt kennelijk met de bereidwilligheid, zo stond het, van de overheden om deze samenwerking aan te gaan. En toen hield het verhaal wel op. Er werd niet gezegd waar dat nou in zat en waar het nou aan lag. En waarom is die bereidwilligheid dan volgens jullie niet zo groot? Dat is één vraag. En tweede is, kan je er ook wat aan doen? Wat zijn de voorwaarden waaronder die samenwerking wel tot stand zou moeten komen? Of kunnen komen? En eerlijk gezegd voor een deel ook al tot stand is gekomen. Hè? Want het is niet helemaal nieuw natuurlijk. Maar wat zijn de belemmerende factoren hier? Ja, kijk, het heeft ook te maken voor, met name voor die kleinere overheden, voor een stukje loslaten. Dus dat je werk uit de handen geeft. En wat wij uit de praktijk merken is dat dat vaak voor heel veel organisaties toch wel moeilijk is om zoiets los te laten en over te laten aan een grote buurman. Dus dat is één waar wij nog wel een knelpunt zien. We hebben daar ook wel een oplossing voor bedacht. En dat is door middel van een pilot hiermee te gaan testen. En dan misschien niet ineens alle VRI's over te hevelen naar een grotere overheid. Maar kies er een aantal van verschillende categorieën uit. En test daar eens voor een jaar of misschien 2 jaar mee. En kijk eens wat het oplevert. En daarna kun je het misschien verder uitbouwen. Je praat een beetje vanuit de grote organisatie zelf. Kijk, dit is de grote broer Amsterdam. Hè? Even. En. Maar die. Nou, dan gaan we in. Ik denk namelijk dat het ook te maken heeft met hoe Amsterdam, zeg maar, de. Wat je dan de kleinere gemeente noemt, tegemoet treedt. Nou is in jullie stuk staat iets over Amstelveen. Nou is dat geen echt kleine gemeente. Maar als je maar 0,1 ambtenaar hebt, nou die gaat zich heus niet bekommeren om al die dingen die jij net zegt. Dat weet hij helemaal niet. Dus die heeft helemaal nergens last van. Die heeft een verkeerslicht en die is al lang blij dat het werk bij wijze van spreken. Ik overchargeer een beetje. Wat zou Amsterdam nou moeten doen om dat voor zo'n gemeente ook aantrekkelijk te maken? Want dat is het businessmodel, hè? Dat je het samen gaat doen. Ja, nee, het lijkt mij om te laten zien dat je door het samenwerken je kwaliteit kan verbeteren, ook in de omgeving rondom Amsterdam, metropool Amsterdam, om door met elkaar samen te werken ook goed, in ieder geval de verbeteringen in kwaliteit en dus ook de kosten daarin omlaag te brengen. Want goed, voor een kleine gemeente blijkt uit onze business case dat het heel veel geld kost eigenlijk. Maar goed, op het moment dat je daarin dus gaat samenwerken, dus een grote kwaliteitsverbetering kan doen ook voor de gemeentes daaromheen. Ik denk dat als de gemeente Amsterdam dat kan laten zien aan de kleinere gemeentes, dat het een verbeterslag is, dat je daarmee de kleine gemeentes ook over de streep kan trekken. Dus. Ja. Ik ben wel benieuwd naar jullie prognose. Wat betekent dit nou landelijk? Want het klinkt leuk, je begint bij 1, dat is een pilot, en misschien begin je zelfs wel bij 1 om te piloten, maar als je dit doortrekt, heb je dan een landelijk contract? En ja, dan is er ook nog maar 1 partij die iedere keer het contract heeft. Extrapoleer eens, waar staan we als jullie idee heel enthousiast oppakken over 5 of over 10 jaar? Hoe ziet dat er dan uit? Ja, nee, volgens de wet is het natuurlijk ook verboden, hè, om de markt te benadelen en kartelvorming of monopoliesituatie te creëren. En waar wij een beetje aan dachten is dat wij vooral de kleine
gemeentes samenvoegen. En niet Amsterdam samen met Leiden en Den Haag en Rotterdam tot één megaproject, waardoor alleen BAM bijvoorbeeld kan inschrijven. Dan heb je ook geen markt en heb je meer een monopolie en krijg je duurdere prijzen. En voor ons is dus belangrijk dat wij alleen de regio's samenvoegen. Dus de grote steden met veel middelen, met veel expertises, gaan we vanuit dan even. Dat die de kleinere gemeenten naar zich toe trekken en dat ze beide daar voordeel van zien. Dus niet een landelijk contract, maar eigenlijk gewoon lokaal een samenvoeging van kleinere gemeentes. Ja, wij zijn er ook vanuit gegaan in ons voorbeeld van Voorschoten en Leiden, zeg maar. Daar zit dan echt een gigantisch verschil in tussen wat Voorschoten gaat besparen en Leiden gaat. Ik geloof dat we uit zijn gegaan van €200 per VRI dat zij nog aan extra korting zouden kunnen krijgen, zeg maar, door het samen te gaan doen, door die 15 die erbij komen. En dat is natuurlijk wel, ja, dat is een lijn die loopt niet alsmaar exponentieel door. Dat is een lijn die op een gegeven moment wel afvlakt. Er komt een punt dat je je haalt niet eindeloos schaalvoordeel. Op een gegeven moment dan is het gewoon, ja, heel erg veel. En dan maakt één VRI erbij extra meer of minder, maakt niet meer uit. Maar ja, waar dat punt precies ligt, ja, dat weten wij ook niet. Dat zou je verder naar moeten kijken. Maar zeker niet alle VRI's zoals Meemert zei in één Nederlandse onderneming. Ik mag de laatste vraag stellen, dus bij deze. De jury vond eigenlijk qua innovatie jullie voorstel een beetje mager. Wat is jullie antwoord daarop? Wat is het innovatieve hiervan? Ja, eigenlijk hebben wij goed nagedacht over wat we eigenlijk zouden gaan onderzoeken. En daarbij speelden dus die beoordelingscriteria een belangrijke rol. We hebben enkele opties overwogen, waarbij dus eigenlijk innovatie ook heel erg naar voren kwam, maar de praktische toepasbaarheid dan wel, ja, de realiteit niet echt een pluspunt levert, hebben we eigenlijk meer gekozen voor een specifieke, echt toepasbare, kwantitatieve optie om, ja, om de jury uiteraard te overtuigen. Dat was zo'n beetje vooral een keuze die we hebben gemaakt. Nou, innovatie hangt van wat je over staat. We hebben ook heel veel fantasie natuurlijk, maar toch zijn we meer richting de reële, concrete voorbeelden gegaan om jullie te overtuigen. Ja? Nou, wat maandag ook vrij duidelijk naar voren kwam, was begin met iets kleins en werk dat goed uit, zodat het ook, dat je kunt anderen daar voordeel kunt halen. En, dan, dat je ook het beeld duidelijk maakt van dat je het uit rolbaar kan maken. Dat was voor ons eigenlijk de keuze om juist dit specifieke onderdeel te belichten. Precies, en we hebben, ja, als de laatste vraag is, moeten we even al onze dingen en overwegingen natuurlijk kwijt. Nee, we hebben natuurlijk, met deze bespaling hou je ook stukken geld over. En daar hebben we ook wel over nagedacht van, goh, wat zou je daar nou weer mee kunnen doen? En dat kan iets heel simpel zijn als gewoon ouderwetse gloeilampen die in verkeerslichten zitten vervangen met LED. We hebben ook gedacht aan zonnecellen op verkeerslichten. Bleken al te bestaan, dus was ook niet zo innovatief. Maar ook in de toekomst, als je meerdere dingen groter samen gaat doen, en Amsterdam zou bijvoorbeeld voor de regio dingen beheren en je sluit dat aan op een verkeerscentrale, ben je ook alvast voorbereid op wanneer er in-car dingen komen en dergelijke. En dan kun je daar vanuit de verkeerscentrale weer beter op inspelen. Okay. Beste mensen, we zijn eruit. En voordat ik dat bekend ga maken, toch eerst even vertellen dat wij volgens mij met z'n allen een fantastische week van de WOW-factor gehad hebben. Maandag begonnen en jullie de hele week doorgewerkt aan de challenge tot en met vanmiddag toe. Super. Een heleboel andere collega's, waaronder ik zelf, hebben meegedaan aan andere programma-onderdelen van de WOW-week. Ik ben woensdag de hele dag op meeloopdag geweest met de algemeen directeur, wat vroeger de provinciesecretaris heette, zeg ik dat goed, Chris, van de provincie Gelderland. En dat was heel mooi om te zien wat de provincie Gelderland allemaal aan infrastructuur en water doet, maar ook hoe ze een organisatieverandering doorvoeren. Ik heb er ontzettend van genoten om het te mogen doen. Gaat er iets niet goed? Oké.
Dus dat wou ik toch ook even met jullie delen, dat jullie hebben deelgenomen, maar er zijn ook nog veel meer andere mensen. Volgens mij, hoeveel mensen hadden deelgenomen aan die mail? 200 mensen aan die mail. En dat is o zo belangrijk, dat we over en weer in alle lagen van ons werk belangstelling hebben voor elkaar. En dat we investeren in die relatie om het gewoon samen beter te doen en ook nog eens goedkoper te doen. En daar hebben jullie tenslotte ook aan gewerkt. Ik wou de organisatoren van deze week, ik weet niet wie het allemaal zijn, maar in ieder geval deze twee dames, Kim en Aria, super bedanken voor de trekkende rol. Maar er zijn er vast meer, daar weet ik de namen allemaal niet van. En nou, jullie ook, zeg even je naam. Dit wie? En? Ilona, jullie ook, super bedankt. En wie nog meer? Noem even je naam. Kiki. Super bedankt allemaal voor het uitstekende werk wat jullie gedaan hebben. En deze ook, de rol die jij vervuld hebt als dagvoorzitter. Maakt niet uit, je was er, je hebt het gedaan. Dat is super belangrijk. Dat wou ik toch even gezegd hebben. En daar komt nu de uitslag. Nou, ik zal het zeggen. Groep 3, de Griekse zeester, is de winnaar. En nummertje 1 doen we ook! We hebben gekozen voor de Griekse zeester omdat jullie een echt vernieuwend verhaal hadden. Heel praktisch uitgewerkt, nagedacht over de business case. En hoe je het ook praktisch ging doen, daar hebben we jullie op doorgevraagd. Daar heb je een goed antwoord op gegeven. En je bent ook eerlijk geweest in het totale plaatje wat je had. Hulde daarvoor. En groep 1, jullie hebben het ook geweldig gedaan. En terecht, daar ging het ook om, daar was groep 3 had daar zeg maar een extra plus op. Dat was op het innovatieve karakter. En ja, daarom gaan ze, hebben zij ook de prijs. Maar jullie idee is hartstikke fantastisch. Je hebt daar zo'n mooie business case over neergezet. En ik was in Gelderland, vertelde ik jullie. Daar zijn ze dat aan het doen, op die manier. Dus wat jullie hebben neergezet, gebeurt in de praktijk. Dat gaven jullie zelf ook al toe. Maar het is zo overtuigend neergezet met je kostenplaatje, complimenten, hulde. En Nelly en Chris hebben gezegd, ja, we gaan jullie helpen dat dit ook gewoon verder in de praktijk gezet wordt. Dus zometeen agenda's trekken, Blackberry's trekken, afspraken maken en gewoon doen. Goed, we gaan nu de prijs uitreiken en dat gaan Kim en Aria doen. En kom naar voren, je krijgt van mij een hand en de prijzen krijg je van de twee dames. Gefeliciteerd. 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 Oké. Okay. Deze sluit jij nog af? Kort. Half minuut. Even. Eén woord. Als middelpunt van de zeester. De zeester, één woord. Ja, één woord. Het waren 5 fantastische dagen. Oké, dan wil ik jullie vragen.